Na de overstromingen in Mozambique treedt de hulpverlening onmiddellijk in actie. Zoals in bijna elk land is ook hier een nationale Rode Kruisvereniging. Hier ligt de kracht van het Rode Kruis. Enkele seconden na de ramp kan de hulpverlening al starten. Bovendien kan het Mozambicaanse Rode Kruis een hulpoproep richten aan een van de 185 zusterorganisaties verspreid over de hele wereld. Vanuit Genève coördineert de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen de noodzakelijke hulptoevoer uit andere landen. Zo helpt ook Rode Kruis Vlaanderen de internationale hulpverlening. Onmiddellijk na het ontvangen van een oproep kan ze uit haar noodhulpfonds de nodige middelen vrijmaken. Vandaag worden dringende hulpgoederen opgezonden. Dit kunnen dekens en tenten, hoogwaardige voeding of medisch materiaal zijn. Soms werkt het ook ter plaatse actief mee aan de noodoperaties. Dokters, logistiek personeel of sanitatiedeskundigen worden naar de getroffen gebieden overgevlogen. Er kan ook financiële steun nodig zijn om plaatselijk transport te huren of om in buurlanden goederen aan te kopen. Zo zijn ze snel en goedkoop ter plaatse. Het ondersteunen van lokale economieën is hierbij een belangrijke optie. Maar de vraag naar het soort steun en de hoeveelheid wordt altijd door de medewerkers op lokaal vlak bepaald. Zij kennen immers het best de situatie ter plaatse. Hierdoor is de hulp van buitenaf beter aangepast aan de echte nood en het unieke van elk land. En alles dreigt niet stil te vallen van zodra de buitenlandse hulp ophoudt. De slachtoffers moeten immers zo vlug mogelijk hun eigen leven terug in handen kunnen nemen. Bij rampen en oorlogen slaan mensen uit angst voor hun leven op de vlucht. In deze chaos raken familieleden elkaar kwijt. Ontelbare gezinnen worden verscheurd. Wat is er gebeurd met mijn man, mijn vrouw, broer of zus? Deze vragen blijven knagen zolang er geen antwoord komt. Daarom tracht het Rode Kruis vermisten op te sporen, het contact te herstellen en zo gescheiden families te herenigen. Als neutrale organisatie zorgt het Rode Kruis ervoor dat gescheiden familieleden met elkaar opnieuw kunnen communiceren. Rode Kruis Vlaanderen is een schakel binnen dit Rode Kruisnetwerk. Het verspreidt Rode Kruisberichten en werkt actief mee aan het opsporingswerk. Eens opgespoord kan het contact hersteld worden en doet het Rode Kruis er alles aan om de familie te herenigen. Er hoeft natuurlijk geen ramp te gebeuren om solidair te zijn met anderen. Bepaalde landen hebben sowieso ondersteuning nodig.
omdat er te veel armoede is, weinig medische zorgen of omdat bepaalde streken een te groot risico dragen op natuurrampen. Het Rode Kruis wil oplossingen op lange termijn bieden. Het werkt aan een structurele verbetering van de situatie van de meest kwetsbaren. Zo vermindert het hun kwetsbaarheid en verhoogt het hun zelfstandigheid. Plaatselijke Rode Kruisverenigingen zetten samen met internationale Rode Kruispartners, zoals Rode Kruis Vlaanderen, duurzame ontwikkelingsprojecten op. De aandacht richt zich op de verbetering van de leefomstandigheden van de meest kwetsbaren. Rode Kruis Vlaanderen legt de nadruk op gezondheidszorg. Een gezonde bevolking kan zich beter inzetten voor sociaal-culturele en economische activiteiten. Zo kan het zijn levensstandaard verhogen. Veilig water binnen de gemeenschap is dan ook een eerste vereiste. Putten worden hersteld of er worden nieuwe geboord. Eenvoudige handpompen worden geïnstalleerd. Het Rode Kruis streeft naar duurzaamheid van zijn acties. Watercomité's worden opgeleid. Zij beheren de pompen en zorgen voor het onderhoud. Deze waterpunten worden een nieuw centrum in het sociaal weefsel. Het uitbouwen van een basisgezondheidszorg is een hoofddoel van de Rode Kruis Vlaanderen in haar werking naar het zuiden. Het Rode Kruis bouwt een netwerk van hulpposten uit. Rode Kruisvrijwilligers worden in de basisgezondheidszorg opgeleid. In deze eerste hulpposten dienen zij de eerste zorgen toe. Zij behandelen de meest voorkomende ziektes. In samenwerking met de lokale overheid zorgt het Rode Kruis voor de essentiële geneesmiddelen. Vrouwen worden speciaal opgeleid in de moeder- en kindzorg. Baby's krijgen aangepaste verzorging en hun groei wordt nauwkeurig opgevolgd. De gezondheidszorg voor baby's en het opleiden van de traditionele vroedvrouwen krijgen prioriteit. De bevolking helpt mee aan de uitvoering van de projecten. Het plaatselijke Rode Kruis zorgt voor de nodige ondersteuning. Na 3 tot 5 jaar moet het project op eigen kracht verder worden gezet. Gezondheidszorg begint thuis. Daarom gaan de Rode Kruisvrijwilligers zelf op zoek naar de hulpbehoevenden.
Met eenvoudige middelen, een eerste hulptas en een fiets, trekken ze op huisbezoek. Afgelegen gezinnen die van andere gezondheidsdiensten niet kunnen genieten, worden zo wel bereikt door het uitgebreide netwerk van de vrijwilligers. Het Rode Kruis probeert een partnership met de lokale bevolking uit te bouwen. Zo wil het de sociale duurzaamheid van haar activiteiten versterken. Familieleden van patiënten worden over de ziekte ingelicht. Ze worden opgeleid in de thuiszorg, zodat ze zelf de verzorging verder kunnen zetten. Door basiskennis over gezondheid te verspreiden, wordt de bevolking al een stuk weerbaarder gemaakt. Gezondheidseducatie en hygiënepromotie worden met traditionele middelen aan de mensen verteld. Aan de wachtenden voor de hulpposten worden met duidelijke tekeningen een reeks basisprincipes geïllustreerd. De onderwerpen zijn zeer ruim en kunnen gaan over sanitatie, diarree, hygiëne, ondervoeding of over veilig vrijen. Maar de Rode Kruisvrijwilligers trekken ook op pad. In de meest afgelegen dorpen wordt in de schaduw van een grote boom verzameld. Traditioneel worden de toeschouwers met zang begroet. Vandaag schetsen ze in toneelvorm het probleem en de passende oplossing om malaria te bestrijden. Structurele hulpverlening vertrekt vanuit de noden die de gemeenschap zelf als prioritair beschouwt. Het uiteindelijke doel is dat de meest kwetsbaren een volwaardige rol binnen hun gemeenschap kunnen spelen. Zo is Mozambique zwaar getroffen op het vlak van besmetting met HIV. Het slachtofferaantal loopt hoog op. Ze willen dan ook de impact van AIDS sterk reduceren. Rode Kruisvrijwilligers in Mozambique binden openlijk de strijd aan met het vreselijke HIV-virus. Op Wereld AIDS-dag komen zij op straat om hun engagement te tonen.
Het Rode Kruis heeft een sterk uitgebouwd programma. Vrijwilligers worden in de zorgverlening voor aidszieken opgeleid. Families van aidszieken worden mee betrokken in de zorg. Hun houding tegenover aidszieken krijgt zo een meer positieve inslag. Het Rode Kruis streeft naar een sterke vermindering van de stigmatisering en de discriminering van aidszieken. Maar ook op het vlak van preventie wordt serieus werk gemaakt. Het Rode Kruis is een internationale beweging met heel sterke regionale verschillen. Samenwerken en uitwisselen van ervaringen tussen nationale verenigingen is meer dan noodzakelijk. Zo moet de capaciteit van zwakkere nationale verenigingen versterkt worden. Meer vrijwilligers mobiliseren en opleiden is een belangrijke doelstelling. Daarnaast is ook begeleiding in financieel beheer mogelijk of het ontwikkelen van programma's voor de meest kwetsbaren. Daarvoor worden eigen deskundigen opgeleid. Zo moet het aantal goed functionerende nationale verenigingen verder groeien. Rampen voorkomen zullen we wel nooit kunnen. Voorbereid zijn op rampen daarentegen wel. Een goede inschatting van de gevaren en een realistisch plan om op rampen te reageren zijn de beste voorbereiding. Rampengevoelige gebieden worden duidelijk omschreven. De vrijwilligers krijgen de nodige opleiding in rampenparaatheid. Om vlug hulp te kunnen bieden, worden stoks met specifieke hulpgoederen aangelegd. De inhoud ervan wordt door de aard van de ramp en de culturele verschillen van de bevolking bepaald. Tenten, zeilen, dekens, jerrycans en kooksets horen meestal tot de vaste elementen van de voorraad. Het Rode Kruis streeft naar een menswaardiger samenleving. Het maakt het internationaal humanitair recht bekend. Dit is de juridische basis om in gewapende conflicten het menselijk leed zoveel mogelijk te verzachten. Het geeft hulp en bescherming aan oorlogsslachtoffers. Rode Kruis Vlaanderen zorgt voor een ruime verspreiding binnen haar eigen grenzen. Het kijkt ook streng toe op het correct gebruik van haar beschermend embleem. Universaliteit en solidariteit zijn fundamentele principes van het Rode Kruis. Landsgrenzen worden overschreden met respect voor de eigenheid, zonder onderscheid voor ras en geloof. De solidariteit van Rode Kruis Vlaanderen kent geen grenzen. De betrokkenheid van haar vrijwilligers bij de internationale werking is noodzakelijk. Zij worden verondersteld steun te zoeken voor de internationale samenwerking. Zij brengen ook de ontwikkelingsproblematiek onder de aandacht. Het Rode Kruis werkt van mens tot mens, van Rode Kruisvrijwilliger tot Rode Kruisvrijwilliger. Het is solidair over alle grenzen heen.